Van Beerwolf heb ik dit mooie pakket met 16 bokbieren gekregen. Nou, ik heb op Instagram al een kleine poll eruit gegooid. En jullie hebben allemaal gekozen voor de Bokkelul, what's in the name. Ik ga hier een hele lekkere turbo mee maken, melk, chocolade en amandel. Dus aan de slag. Nu ga ik aan de slag met mijn tulband van melk, chocolade, amandel, bokbier en een klein beetje appel. En daarvoor heb ik nodig amandelspijs, boter, ei, een appel, melk, chocolade, bloem, zout en bakpoeder en een klein beetje amandelschaafsel. En gaan we nu aan de bak. We gaan beginnen met de tulband en daarvoor begin ik ook weer met het koken van het biertje. Het biertje gaat open. En ik heb ongeveer 200 gram nodig, dus hou er een klein beetje over. Maar die gebruik ik later voor de karamelsaus. Bier gaan we koken. En dan gaan we ondertussen het ei opkloppen met de amandelschaafsel. En hiervoor heb ik 5 eitjes nodig. Bij het ei komt de amandelschaafsel. Die kruimel je er een klein beetje in. En die gaan we opkloppen. Het ei is nu mooi luchtig en de bier is heet. Dus wat we nu doen is die boter in stukjes in het bier te doen. En daar gaat ook de chocolade bij. En dan smelt die boter en die chocolade mooi weg. Ja, dat roer je gewoon even voorzichtig door, niet te hard. Dan zit je gelijk onder. Nou, dit duurt eventjes. Dan kunnen wij ondertussen bloem met zout en bakpoeder mengen. Klein beetje doorroeren, dat alles goed door elkaar heen zit. Nou, ondertussen blijf je een klein beetje roeren in dat mengsel van bier, boter en chocolade. Dan zul je zien dat het ze heel snel oplost. Ik heb nog een klein beetje tijd, dus dan snij ik gelijk even een appeltje. Die appel ook zeker niet schillen. Nou, appels gesneden. Ze kunnen we nu als goed door elkaar heen mengen. Die is nu goed door elkaar heen gesmolten. Pak het ei erbij. En dan meng ik hem gewoon gelijk in de kom van de KitchenAid. Het scheelt gelijk weer een afwasje. En dan giet ik dit mengsel gelijk hier bovenop. Dan roer ik dat eerst door met de garde. En dan komt de spatel er weer bij. Bloem, zout en bakpoeder. En die spatel hier er rustig doorheen. Nou, nu ziet alles goed door elkaar heen. Pak de vorm erbij. En ik heb zo'n hele mooie chique tulbandvorm. Je spuit nog een beetje in met het vet. En wat ik dan doe, is dit heel langzaam eens een dun laagje erin gieten. Dan pak ik mijn appel. Die strooi ik dan over het laagje heen. En dan giet ik de rest van het beslag daar weer overheen. Gaat deze in de oven, 160 graden, in circa 40 minuten. De tulband is nu uit de oven en ik ga de karamelsaus maken. En daarvoor heb ik gecondenseerde melk al 2 uur lang gekookt in heet water. En dan is die heel mooi karamel geworden. Dat ga ik in een pannetje doen en samen met mijn overige bier mengen. De saus is nu klaar, dus die gaan we mooi over de tulband heen drizzelen. Dat zijn de lekkere plaatjes. Dit is mijn tulband met bokbier, amandel, appel en heerlijke melkchocolade. Nou, wil je dit recept nou ook maken? Kijk dan op bierwolf.com en geniet ervan, hè. Proost.